Verder met de oefenreeks 14. We gaan datumfuncties maken 1471 en 1472. Dit is de oplossing en het PDF-bestand. Ik zal ze laten openstaan. Ik zal ze wat kleiner maken, zodat het wat duidelijker wordt. Je gaat zien, ik heb nu nog een Excel-bestandje, maar als ik dat open doe, jullie hadden dat in de klas misschien al gezien, dat komt niet mooi uit eigenlijk. Dus ik heb die oefening nagemaakt en in het open document formaat gezet. Dus beter te openen in LibreOffice. Waar gaat het om? Je hebt een aantal producten hier staan en je gaat houdbaarheidsdata moeten berekenen. Bereken in B7 de datum van vandaag. Dat is een vrij eenvoudige functie. Van kan je gebruik maken van de functie nu in het Nederlands of now in het Engels. Als ik dan op enter druk, gaat hij de datum geven. Nu, hij gaat daar ook de tijd bij geven als je de functie nu gebruikt. In principe hebben we die niet nodig. Je gaat die niet tonen, behalve als we via cel opmaken die zouden laten tonen. Nu, in plaats van now zou je ook de functie vandaag kunnen gebruiken. Dat gaat alleen de datum geven. Vandaag in het Engels is today. Dus dat geeft mij ook de datum van vandaag. Ik zie dat mijn product 21 dagen houdbaar zou blijven. Dus ik moet hier in deze waarde gaan berekenen tot wanneer dat product houdbaar is. Dat is heel eenvoudig natuurlijk. Je drukt op is, de datum van vandaag, plus het aantal dagen, 21. En je krijgt een datum. 9 december 2015, tot dan is dat houdbaar. Er staat er ook, maak een formule voor het eerste product en kopieer die naar de andere producten. Let erop natuurlijk, je gaat een goede celverwijzing moeten doen. Als ik Ctrl-C druk en hier Ctrl-V om te plakken, ga je zien dat de datum 1900 wordt. Ook dat is weer fout. Ik klik van boven in de invoerregel. En je gaat zien, omdat ik de formule naar rechts gekopieerd heb, van kolom B naar kolom E, gaat ook de eerste waarde, de eerste cel, die gaat ook mee opschuiven. Dus had dat niet mogen gebeuren, we kennen het ondertussen. We gaan die B-kolom van de blauwe cel, die gaan we vastzetten door het dollarteken. Zo. En als ik nu de formule kopieer en hier plak, wil ik dat veranderen? Ja. Plak en hier plak, dan gaan we zien dat die datums berekend zijn. Hier van onder staat eigenlijk een omgekeerde oefening. Bereken in de rechterbovenhoek het aantal dagen voor leerde producten vervallen. Dus het product is blijkbaar houdbaar tot 18 december. Hier moet ik dat gaan berekenen. De omgekeerde formule natuurlijk. De datum tot wanneer die houdbaar is. Min de datum van vandaag. Je ziet, hij gaat een kommagetal uitkomen. Dus we gaan dat wat moeten aanpassen. Ik ga je dat laten zien hoe dat werkt. Wat wil ik ook nog zeggen? Ook die formule ga ik natuurlijk naar rechts moeten kopiëren. Dus ik ga nu al voor de zekerheid die B van B7 al vastzetten. Zo, een dollarteken erbij. Dat die formule zich alleszins al niet verplaatst. Of die cel zich niet gaat verplaatsen. Nu kom ik hier 30,9 uit. Dat is een afronding. Stel dat ik hier de nullen zou weg gaan doen. Kijk wat er gebeurt als ik die 30,9... als ik nog één keer op min ga drukken, gaat hij dat afronden naar 31. Wat natuurlijk niet mag gebeuren, want het zijn 30 effectieve dagen. Dus wat ga ik doen? Voor die formule, ik ga ervoor zorgen dat hetgeen dat achter de komma valt, eigenlijk wegvalt. Hoe doe ik dat? Door hier die formule eventjes weg te nemen. Ctrl-X, ik ga die eventjes onthouden. En ik ga er een geheel getal van maken, of een integer. Dus jullie kunnen geheel getal gebruiken. Ik gebruik int, van integer of integer. En ik ga tussen die haakjes nu diezelfde formule plakken die ik nog onthouden had. Dus maak een geheel getal van B32 min B7. Ik druk op enter. En nu kan ik die achterste nulletjes gewoon wegdoen. En ik krijg 30 effectieve dagen. En eens even naar de oplossing kijken. 30 zou dat moeten worden. 20, 100 en 125. Dus we testen dat uit. Ctrl-C. Hier. Ctrl-V. Ja, 20, 100 en 125. Dus die oefening is af. Zo. Niet bewaren. Komt een moeilijkere oefening. De oefening van de leeftijd. Ik ga de hele opgave niet lezen, behalve hier dat stukje van 365,25. Eerst hier beginnen. Cel B2. Wat is je geboortedatum? Voor mij, ik ben al oud. Oei. Hier, 19. Oh, mijn numlock staat even uit. 19 oktober 1979. Zo. Wat is de datum van vandaag? Dat kennen we ondertussen. Is today. Bij jullie vandaag. Vandaag is het de 18e november. Dan krijgen we een eerste formule. Hoeveel dagen ben je oud? Dat is een gemakkelijker om te berekenen. Je zegt de datum van vandaag min de datum van je geboorte is
Ik ben 13.179 dagen oud. Dan komt hier je leeftijd is. Dat moet je in jaren hebben natuurlijk. Bereken je leeftijd in jaar. Tip, gemiddeld zijn er 365,25 dagen in een jaar. Dus wat zou je kunnen doen? Je zou kunnen zeggen is deze waarde gedeeld door 365,25. Het gaat om de schrikkeljaren. Hè? 1 op 4 jaren is natuurlijk een schrikkeljaar. Ik druk op enter en ik kom diezelfde waarde uit. 36,08 jaar ben ik. Ik ben nu 36,08 jaar. Die 08, die heb ik natuurlijk niet nodig. Ik zeg dat tegen niemand. Hallo, ik ben meneer Veldje en ik ben 36,08 jaar. Dat klopt niet. Dus ook hier, die formule ga ik eventjes onthouden. Ctrl-X of kopiëren, knippen. Dat is net hetzelfde. En ik ga ook hier zo een geheel getal ervan maken. Een integer. Ik plak de formule die ik onthouden had erin. Druk op enter en ik ben op dit moment 36 jaar oud. Volgende cel. Op welke dag ben je geboren? Jullie kunnen dag gebruiken. Ik moet daar day voor gebruiken. Het Engelse woord. De dag van deze datum. Want hier heb ik de datum ingegeven. Dus dat is op de 19e geweest. Dat klopt. In welke maand ben je geboren? Is maand bij jullie maand van diezelfde datum. Druk op enter. In welk jaar word je 18? Dat is de eerste keer dat we daar eventjes mee gaan moeten werken. Is year. Het jaar natuurlijk dat ik nodig heb van dit gedeelte, van mijn geboortedatum. En ik ga er gewoon zeggen, omdat ik met jaren aan het werken ben, plus 18. En als alles goed is, zou mij dat 1997 moeten geven. Toen ben ik 18 geworden, jullie moeten het nog worden. Dan komt een eerste moeilijkere. Wat is de datum van je 18e verjaardag? Dus nu hebben we die eventjes nodig. De datum van eigenlijk die dingen die ik hier berekend heb. Dus die waarden, 1910 en 1997, die ga ik terug in een datum gooien of zetten. Dat doe ik door de datumfunctie te gebruiken, of date. Als ik op enter druk, gaat die vragen welk jaar, welke maand, welke dag. Jullie mogen al die oefeningen nog altijd via de functieassistent doen natuurlijk. Hè. Dus in de functieassistent had je die functie ook gevonden. Bij jullie heet dat datum en tijd. Als je ziet de datumfunctie hier staan, geeft je een datum eigenlijk terug aan de hand van jaar, maand en dag. Dus ik zal het zo eventjes afwerken. Ik druk op next. Welk jaar had ik nodig? Dit was het jaar. Welke maand heb ik berekend? Dit was de maand. En welke dag heb ik berekend? De 19e. Ik druk op oké. En dat is de datum van mijn 18e verjaardag. Dat klopt natuurlijk uiteraard. 1910-1997. De moeilijkste uit de hele oefeningenreeks, volgens mij. Hoeveel dagen duurt het nog voor je 100 jaar wordt? Dat is eentje waar we een aantal berekeningen gaan nodig hebben. Omdat we een aantal dingetjes gaan nodig hebben, ga ik dat stap voor stap in een willekeurig andere cel eigenlijk uitwerken nu. Dus wat ga ik nodig hebben? Ongeveer diezelfde dingen die ik hier berekend heb. Dat staat hier ook. Dus ik heb de dag nodig dat ik geboren word. Dus ik ga die eens eventjes opnieuw berekenen. De dag van mijn verjaardag daar, of mijn geboortedag. Dat is de 19e. Ik ga de maand ook nodig hebben. De maand van datzelfde stukje. En wat ga ik nodig hebben? Het jaar waarin ik eigenlijk 100 zou worden. Dus doe ik year van 79 en ik tel er 100 bij. Dat is eigenlijk de verjaardag waarop dat ik 100 zal worden. Dus in principe zou ik nu al moeten kunnen gaan werken. Hiervan terug een datum maken en dan gaan terugtellen. Dus ik ga dat even doen. Is, ik ga een datum maken van dit stukje. Eerst het jaar, dan druk op de punt, comma. Dan druk op de maand, punt, comma. En dan op de dag, enter. Je ziet hier 1979 staan, dus de datumwaarde is wat kort. Ik ga de volledige jaarnotatie pakken. Dus format cells, dat ken je ondertussen. Ik pak 4 cijfertjes voor het jaar en dan zie je duidelijk dat het 2079 wordt. Dus dat is mijn verjaardag waarop ik 100 jaar word. Dat klopt, hè. Dat is eigenlijk 100 hierbij. Goed, datzelfde stukje kan ik nu gaan gebruiken om te gaan berekenen hoeveel dagen dat het nog zal duren. Dus nu kan ik zeggen, is die datum min de datum van vandaag. Want ik moet berekenen hoeveel dagen het nog duurt vanaf nu. Als ik op enter druk, ga ik zien dat dat eigenlijk 23.346 dagen zou zijn. Dat is nu al berekend, maar als ik die waarde, die cel nu, zou gaan kopiëren, hier plakken,
en hier gaan plakken. Is zo. Ik druk op enter, dan gaat dat nog. Totdat ik hier die dingen zou gaan wegvegen. Hè. Stel dat ik ze niet meer nodig heb. Ik veeg dat weg en mijn formule werkt niet meer. Dus wat had ik moeten doen? Eventjes omgedaan maken. Ik had hier moeten zorgen dat ik met een volledige formule werk. Niet B21-B3. Maar alle stapjes nu in één formule giet. Dus dat ga ik nu eens doen. Dit is eigenlijk de formule die ik moet nabouwen. Dus ik kan eens ergens willekeurig kopiëren. Ctrl-V. Oei. Ik had ze eventjes fout gedaan. Ctrl-C. Escape. En hier Ctrl-V. Hij heeft ze natuurlijk mee opgeschoven. Dat had ik natuurlijk niet moeten doen. Zo, voilà. Dit is die formule. B22-B4. Moet wel nog gaan oppassen wat dat hij daar gaat doen. Zo. Ik ga mijn waarden eens veranderen. Die B22. Wat heeft hij eigenlijk gedaan? Ik zal hier ook standaard de B3 eventjes maken. Dat het wel zeker juist is. Nummer, oké. B22 had dat moeten zijn. Nu ben ik een beetje aan het prutsen natuurlijk. Hè. Dus dit had B21 moeten zijn. Voilà, nu zijn we er echt. Hier staat nu net hetzelfde als daar stond. Dat was mijn bedoeling. Hier, deze ga ik nu echt ombouwen. Daar staat B21-B3. Dus ik ga eens een keertje kijken, wat had ik nu in die B21 berekend? Dit stuk. De datum van B20, B19 en B18. Dus dat ga ik gebruiken. Ik ga dit stuk daar kopiëren. Ctrl-C. Druk op Escape voor daar terug uit te springen. En hier, in mijn definitieve formule, ga ik die B21 daardoor vervangen. Dus ik dubbelklik op B21. Ik doe Ctrl-V. En ik plak dus eigenlijk dat stukje uit B21 in die formule. Druk op Enter. Hij geeft mij wel, dat is wel vervelend voor jullie om te zien, hij geeft mij iedere keer terug een datumnotatie. Dus ik zal die tussendoor eventjes aanpassen. Oké. Dat je ziet dat we nog altijd hetzelfde getal bekomen. Nu heb ik daar staan B20, B19, B18. Maar dat zijn ook waarden die ik hier maar eventjes tijdelijk berekend heb. Dus ik ga die B20 wat hier staat, deze B20, ik zal even de kleurtjes laten zien, die blauwe, die ga ik nu ook vervangen hier in de formule. Dus wat had ik in B20 gedaan? Ah ja, dat had ik het jaar berekend en dan 100 jaren bij. Het jaar van mijn geboortedag plus 100 jaar. Dus ik doe net hetzelfde, Ctrl-C, Escape om daar terug uit te gaan. En ik ga hier zorgen dat die B20 vervangen wordt. Dubbelklik erop, Ctrl-V om het daar te plakken. Druk nog eens op Enter. En op het moment dat ik die cel weer ga in een nummertje omvormen, ga je zien, dat is nog altijd 23.346. Dus zo ga ik even verder. Ik ga eens kijken, daar staat nu nog altijd B19, die rode cel. Die moet daar nog uit. Dus ik ga hem veranderen. Ik ga eens kijken wat ik bij B19 had staan. Daar had ik blijkbaar de maand berekend. Dus ik kopieer dat. Ik ga dat hier weer plakken. De B19 doe ik hier weg. En ik vervang die door de formule. Zo. En ik ga nog een laatste keertje kijken. B18, de paarse cel. Ik ga kijken wat daarin gebeurde. De dag genomen. Dus ik kopieer de dag. En ik ga die hier in plaats van die B18 zetten. Ctrl-V. Enter. We gaan die nog voor de laatste keer nog eens in een getalnotatie zetten. Oké. Je ziet het, ik heb nog altijd 23.000 en zoveel. Als ik nu hier van boven in de invoerregel klik, dan ga je zien dat ik geen enkele van deze cellen meer gebruikt heb. Dus nu is het veilig om die formule hier in dit vakje te gaan kopiëren. Dat eventjes doen. Zo. Hier, die formule heb ik nodig. Ik ga ze volledig kopiëren. Ctrl-C. Ik ga ze hier plakken. Ctrl-V. Druk op Enter. Rechtermuisknop. En ze in een getalwaarde zetten. Druk op OK. En daar staan mijn 23.346 dagen. Nu kan ik veilig deze inhoud verwijderen. Het heeft eventjes geduurd. Het is geen gemakkelijke oefening. Maar je bent eigenlijk functies aan het samenstellen of geneste functies aan het maken, wat toch wel een goede oefening is. Om eventjes de test te doen, 23.000 en zoveel dagen zou dat wel kunnen kloppen. Je wist dat ik 36,08 jaar oud was, dus ik ga eens even mijn rekenmachientje erbij halen. In Linux, rekenmachine, voilà. Daar komt hij erbij. We hebben 23.346. dagen, gedeeld door die 365 dagen en dan de 25 voor het schrikkeljaar.
is 63,9. Dat lijkt me logisch. Als ik daar opnieuw plus 36 en dan eigenlijk 0,08 enzovoort zou gaan doen, is, ah wel, dat zou mij 100 jaar maken. Dus de controle lijkt me oké. Okay. Zo kan je dat zelf ook eventjes controleren. Geen gemakkelijke oefening. Doe je best. Bekijk ze desnoods twee keer om goed te zien wat dat ik erin doe. Veel succes!